Ja, what up mensen. Hier met een gebroken poot, 9G Music. En Joint Radio was vorige week, die moest ik helaas missen. Maar ik ben er wel bij voor de Joint Politics. Dus Anaïs, aan jou het woord. Goedemiddag. Ten eerste wil ik ons gast van harte welkom heten. Dat is Roos Schippers. Welkom Roos. Dankjewel. Ja. En we gaan het vandaag hebben over sekswerk. In al zijn facetten. En in Nederland, maar ook over in over heel de wereld eigenlijk gaan we het over sekswerk hebben. Want hoe kijkt men aan tegen sekswerk? Wat vindt men van sekswerk? Is sekswerk eng, angstig? Vindt men het interessant, leuk? Hoe? Het heeft heel veel te maken met je eigen belevingssfeer. Als je heel gelovig opgevoed bent en je hebt altijd te horen gekregen dat het zonde is, dan zou je er tegenaan kijken met iets van, oh, dat is erg, daar moet ik niets mee te maken hebben. Maar als je gewoon vrij in het leven staat en een klein beetje empathie hebt voor andere mensen en hun vak, dan kijk je misschien weer wat anders tegenaan. We gaan beginnen. Nogmaals, goedemiddag Roos. En ik zou zeggen, vertel eens even wat over jezelf. Je hebt kunstacademie gedaan. Ik ben begonnen met de kunstacademie. Ik kom uit een kunstenaarsfamilie. Dus het was heel erg voor de hand liggend dat ik dat ook zou gaan doen. Ja. En tijdens mijn academie heb ik allerlei baantjes gedaan om mijn beurs een beetje aan te vullen. En uiteindelijk dacht ik van ja, maar sekswerk, is dat niet een economisch gebruik van je tijd? Ja, toch? En heb ik de stap gewaagd en ben ik naar een bordeeltje toegestapt. In de buurt van waar ik woonde. En dat was wel nog met knikkende knieën. Want hoe weinig lastig je het zelf vindt, voel je wel dat het maatschappelijk moeilijk ligt. Dus dat was de kanttekening waarmee ik ermee startte. Oké. En dat is inmiddels, vorige maand vierde ik mijn 35-jarig jubileum. Dus 35 jaar geleden. Gefeliciteerd. Oh, okay. Ja, en 31 jaar geleden startte ik voor mezelf. Dus toen ben ik mijn bedrijfje gestart, waardoor ik, wat ik nu nog steeds heb. Ja. En waarin ik mijn eigen escort doe, of van waaruit. En hoe reageerde jouw omgeving op jou? In het begin af, heb je dat verborgen gehouden voor de omgeving? Nee, ik was er, dat wil zeggen, ik heb even gewacht voordat ik het mijn ouders vertelde. Ja? Omdat ik voelde dat die er een andere seksuele moraal op nahielden dan ik. Hoewel ze niet kerkelijk waren. Dus, maar ik heb het wel tamelijk snel aan goede vrienden verteld. En een paar vriendinnen die volgden ook mijn introductie hè, in de sector. Ja. Die vonden dat heel spannend. Dat was wisselend. Er waren veel vrienden van me vonden prostitutie nou niet zo'n probleem. Maar ze vonden het wel raar dat ik het deed. Ja. Handig hoor. Ja, ik was een beetje van de protestgeneratie. Hè? Dus ja. Sociaal geëngageerd. Ik was ook feministisch al. Dus, en ze vonden feminisme en prostitutie lastig te rijmen. Dat kan niet, hè? Dat is juist heel erg gek. Want voor mij was het ook een feministische keuze. Het maakt je vrij. Ik wilde vrij zijn in mijn seksuele verkeer. En dat propageer ik nog altijd. De voorwaarden waarop ik consent verleen. Dus of dat nou een bedrag is wat ik vraag, of dat iemand hartstikke seksueel aantrekkelijk is, dat moet ik zelf uitmaken. Maar ja. Ja. Nou ja, toch prima. Niks mis mee hoor. Dat vond ik ook. En dat vond ik toen al. Natuurlijk is mijn, heb ik er in de loop van de jaren over nagedacht. En heb ik is het ook een standpunt wat groeide. Maar die insteek had ik wel. Ik was geen zielig meisje wat de prostitutie ingetrokken werd. Hoewel ik in de eerste instantie daar vooral in ging omdat ik geld wou verdienen. Dus jij als geëmancipeerde vrouw kon je volledig daarin vinden dat je eigenlijk een ondergeschikte rol aan een man speelde? Of zag je dat niet zo? Nee, dat is echt een verkeerd beeld van prostitutie. Dat je ondergeschikt bent aan een man. Mm-hmm.
Omdat je zelf de voorwaarden bepaalt. Hè? Het is niet zo dat een man met een verlanglijstje bij je aan komt dragen en dat je dat hebt uit te voeren. Nee, je hebt je eigen menu. En je hebt ook zelf je normen waarop je iemand eventueel weigert. Ja. En dat moet je in het begin wel leren, maar in de loop van de tijd, of eigenlijk al tamelijk snel, heb je de regie in het contact. Je bent ook niet seksueel afhankelijk of emotioneel afhankelijk van een man. Dus dat geeft je al een heel veel ruimte. Geeft het je ook macht? Nou ja, macht is een groot woord. Mm-hmm. Nou, de regie, de controle. Nou, zeker de controle. Ja, ja. Ja, dat, ja. Dus dan eigenlijk ben je wel geëmancipeerd bezig als je de controle hebt. Nou, ik heb het nooit een niet geëmancipeerde bezigheid gevonden. Nee. Nee, goed, maar ik moet wel de advocaat van de duivel spelen natuurlijk. Ja, dat vind ik ook hè? Heel goed. Maar ja. Dat, ja. Maar goed, je bent erin doorgegaan en je hebt je eigen bedrijf erin opgebouwd. Ben je op weg naar dat opbouwen van je eigen bedrijf ook tegen veel problemen opgelopen? Want ik neem aan, in die beginperiode was het nog niet een gelegaliseerd beroep, hè? Nou, dat is ook weer eens een misvatting. Het beroep zelf was wel legaal. De enige partij die verboden was voor 2000, dat was de organiserende, dus de bordeelhouder. Okay. En het legalisering wordt ook wel omschreven als het schrappen van het bordeelverbod. Ja. En dat bordeelverbod is in 1911 ingevoerd. Maar de klant en de sekswerker die bleven buiten de strafwet. Dus het beroep zelf was dus eigenlijk al wel legaal. Oké. En, maar er heeft altijd wel een zweem van illegaliteit omheen gehangen. Want als er maar één factor in prostitutie illegaal is, dan is het toch een. Dan wordt het lastig. Dan, er zijn. Bijvoorbeeld in Duitsland is dezelfde organisatie als bij ons. Dat is legalisering, maar aangevuld met regulering. Dus allerlei regels om de prostitutie te organiseren vanuit de overheid. En, maar er zijn ook landen waarin bijvoorbeeld ook de klant verboden is. Ja, Zweden en zo. Ja, ja. Dan gaan we op terugkomen even heel... Ja. En jij bent een zelfstandig werkende vrouw, hè? Ja. Bijvoorbeeld het beroep van souteneur. Hoe kan je dat anders zeggen? Dat is wel verboden, hè? Ja, maar je kan ook moeilijk zeggen van het beroep souteneur. Ja. Of de pooier. Ja. Tegenwoordig rond 2000 is bijvoorbeeld het souteneurverbod ook geschrapt, behalve het bordeelverbod. Ah. En daar wijst of haakt bijvoorbeeld de politicus Segers weer op in door het wel weer te hebben over een pooierverbod. En dan denk je van ja, pooier, is die niet al verboden? Ja, die is eigenlijk verboden, want dat is degene die oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van een sekswerker. Dus daar. Maar de dienstverlener, wat vroeger de pooier was, bijvoorbeeld de taxichauffeur die iemand naar een escort brengt, of de boekhouder, of er zijn natuurlijk allemaal dienstverleners die ook het werk mogelijk maken van een sekswerker. Ja, dat werd vroeger omschreven als een souteneur of een pooier. Maar ja, je kan toch moeilijk nog een boekhouder een pooier noemen, wel? Nou. Nou ja. Het kan wel. Er zijn gevallen. Ik heb gekeken hoe de banken functioneren tegenwoordig. En dat zou daar niet zou volledig wel, onrechtvaardig ja, zijn. Nou, daar zou af en toe wel eens. En wat ook verwarrend werkt. Dus de bordeelhouder. Dus dat is of de verhuurder van werkruimte. Hè, dat zie je veel in de ruimsectoren. Of het is de organisator van werk. Dat zie je meer in de besloten prostitutie, in bordelen en in de clubs. Die kan je vergelijken met de werkgever. Mm-hmm. Of de verhuurder van winkelruimte. Ja. En die kan je ook niet meer een souteneur noemen. Dat is gewoon echt verouderd. En dat is ook vertekenend. Want daarmee krijg je toch een beetje een ranzig beeld van wat een normale werkgever is. En
Werkgevers hebben ook in andere sectoren, moeten die af en toe de vingers worden getikt om niet aan arbeidsuitbuiting exact. Te doen. Ja. En ja, dat loert af en toe ook wel eens om de hoek in prostitutie. Maar dat is niet anders dan het streven naar pertinente winsten van andere ondernemers. Nou, ik zal je vertellen. Ja. Ik wil eigenlijk wel de gegevens van al die naast prostitutie leggen. Dat zou je en laten zien doen. Welke eigenlijk slechter uit de bus komt. Al die vakkenvullers en zo, die worden uitgenomen. Ja. Albert Heijn, al die grote... Ja, maar Aldi is berucht om. Dat is de meest beruchte van hen allemaal. En Van der Valk was een berucht. Ja. Die is ooit eens op zijn vingers getikt. Maar er was wel een berucht in het... Ja. Ongelimiteerd zwart werken met werknemers. Nou, ja. En er is nog een vorm. En daar zullen veel mensen van opkijken. Die vinden het heel raar waarschijnlijk. Ik denk niet dat jij dat raar vindt. Ik heb verschillende dames. Ik woon in de Nieuwmarktbuurt daar. De Roorse buurt. En ik heb verschillende dames meegemaakt. Die hun man, dus hun souteneur was, zeg maar dan even. Ik vind het gewoon een lekker Amsterdams woord, hoor. Ja, nou, het mag wel, hoor, van mij. Zoetert, zeggen ze zelfs. Ja, zoetert. En, maar daar hielden ze echt van elkaar. En ze hadden zelfs kinderen. Tuurlijk, natuurlijk. En er was totaal geen sprake van uitbuiting. Het kan ook andersom zijn, natuurlijk. Hè? Maar dan kon je bij een bepaald soort... Ik heb een hekel aan de term loverboys. Want dat is voor mij ook gewoon... Een pooier dan. Nou ja, er wordt ook wel eens gezegd van gebruik nou die term loverboy niet. Want het is gewoon eigenlijk een mensenhandelaar. Nou ja, helemaal eens. En je kan wel allerlei termen bedenken. Maar op een gegeven moment weet niemand meer waar je het over hebt. Ik vind bijvoorbeeld die pooier in het pooierverbod van Zegers. Vind ik ook een hele kwalijke. Want bij een pooier denk je meteen dus inderdaad aan... Aan iemand die onder dwang verdiensten eist. Nou ja, nog eens, dan komen we weer terug bij de boekhouder. De bankier. De integere. Of de taxichauffeur. Die, dat is dan raar om die als pooier af te schilderen. Nou heeft Zeger daar een heel klein tikkeltje... Zijn verbod is al een aantal keren in de Tweede Kamer langsgekomen en afgewimpeld. Gebeurt niet, ja. En uiteindelijk is er in het nieuwe pooierverbod, wat nog niet eens door de Tweede Kamer is gekomen. Dat wordt af en toe wel gesuggereerd, maar het is niet zo. Er is alleen nog maar een gevraagd wat mensen ervan denken. Maar daar gaat het over de dienstverlener die diensten verleent aan iemand die illegaal werkt. Dus dat is dan het minimale verschil geworden. Ja. En dat is dan bedoeld om illegaal werken tegen te gaan. Wat niet heel erg fair is, want illegaal werken, daar zijn toch heel veel sekswerkers min of meer toe gedwongen, omdat er niet genoeg ruimte is in de legale vergunde sector. Klopt, ja. Ja. Nou, over illegaal sekswerk, hè. Ik heb altijd zo'n idee van, als je bijvoorbeeld neemt een vrouw die zeg maar keurig getrouwd is, en die dan af en toe haar man even toelaat, vanwege dat ze of een nieuw jurkje nodig heeft, of ik weet niet wat. Dat vind ik, voor mij is dat ook een vorm van sekswerk, hoor. Dat is, dat was voor de legalisering, is er heel veel discussie geweest over prostitutie. En daar was de vraag van, wat doen we met de echtgenoten en de bondjas? Juist. En de diamantenringen. Of de diamantenringen, of whatever. Precies, of Unilever en hoe heet dat? Belastingaftrek, ja. Ja, jawel, er zijn natuurlijk heel veel vormen van prostitutie die anders heet. Ja. Nee, maar daarom, ik vind het gewoon ook vaak heel dubbel dat mensen zich heel erg voordoen als zijnde heel... ik wil niet eens het woord net gebruiken, want wie bepaalt wat netjes is. Maar dubbel over kunnen denken van, dat is wel gelegaliseerd, dat is wel goed, dat mag. Ze pretenderen netjes te zijn en dat is voor hunzelf de norm. Dat is wel simpel. Nou, ik denk dat we maar eens met vragen gaan beginnen. Wat dacht je ervan? Ja, doe maar. Kom erop. Kom op, daar gaan we. De eerste vraag is van Ben Jurissen. Vraag voor Roos. Jaren bezig geweest met iemand in zijn of haar kracht te zetten. Eigenlijk een jeukterm. Niettemin algemeen maatschappelijk aanvaard.
Vraag een willekeurig gemotiveerde onderwijzer: wanneer zit je in je kracht? Waar haal je energie vandaan? De meeste antwoorden zal iets zijn als: een kind zien ontwikkelen en ik heb eraan mogen bijdragen of iets dergelijks. Een projectleider: zien dat de klus is geklaard, dat geeft me energie. Hoe zit het met Roos? Wanneer zit ze in haar kracht? Waarvan krijgt zij energie? Nou, als je de klus geklaard hebt, Roos? Nou, in zekere zin wel. Ja, er wordt natuurlijk in prostitutie, hebben al die klanten, die hebben een andere verwachting van je. Ja. Dat kader je wel een beetje door te vertellen hoe je eruit ziet. De dingen zijn die je doet. De kunst is op een gegeven moment om in het begin van het contact te peilen wat degene van je verwacht. En het is altijd erg prettig om te merken dat je een goed product hebt geleverd. Dat je er kon inspelen op die verwachting. Ja. Als die niet in strijd zijn met wat jij als prettig ervaart, dan moet je dus als sekswerker erg voor waken. Dat je je grenzen leert kennen. Ja, tuurlijk. En te merken dat iemand tevreden is. Dat hij kennelijk met zijn goed gevoel jou weer de deur uitlaat. Of bij ontvangst naar huis gaat. En die zie je vaak dan weer terug. Een vaste klantenkring, die heb je opgebouwd, neem ik aan. Dat is bijna noodzakelijk, wil je op lange termijn financieel overleven. Ja. En ook prettig, denk ik, gewoon voor jezelf. Het is ook prettig, omdat je je krijgt toch... ik heb zelfs nog klanten uit het begin van mijn start. Niet helemaal het begin van 35 jaar geleden, maar wel om en bij. Ja. Dus mensen die ik 30 jaar ken... En je krijgt zoiets als een kameraadschappelijke relatie. Met toch wel een soort van band. Je maakt een heel leven samen mee. Ja. God, straks in het bejaardentehuis met z'n allen gezellig. Zo lang ga ik door, hoor. En waarom niet? Van de week nog een artikel van: seks bij bejaarden moet kunnen. Vind ik ook. Ja, toch? Nou. Wel. Ja. Zullen wij één muziekje doen en dan gaan we er zo weer in? Ja, je weet mijn policy: voor €50 draai ik graag een nummer. Ja, je zal. Ja, toch? We zijn zo terug. Join Radio. Voor €50 draai ik je nummer bij de Joint Radio. Yeah, yeah, we back, Joint Radio. Mijn naam is 9G Music. En vandaag is Joint Politics, dus Anaïs, jouw antwoord. Ja, we zijn weer terug met Roos Schippers en we gaan weer verder over sekswerk. Roos, je leest veel over dat er in prostitutie veel dames zouden zitten die een of andere vorm van misbruik in hun verleden zouden hebben meegemaakt. Als je dat vergelijkt met vrouwen die niet in de prostitutie zitten en ook misbruikt zijn, krijgen we dan geen vertekend beeld? Ja, dat is een hele correcte opmerking. Er is uit onderzoek gebleken dat in prostitutie niet zo erg afwijkt van, noem eens wat, dokters, buiten de prostitutie. Ja. En dat er is erg de neiging vaak om een keuze voor sekswerk, wat heel veel mensen niet begrijpen, om dat op te hangen aan iets wat eigenaardig moet zijn aan degene die dat Een excuus zoeken. En dat is vaak in de sfeer van geestelijk niet helemaal gezond. Ja. Ja, dat zou bijvoorbeeld incestervaring of andere verkrachtingen eventueel veroorzaken. En dat is dus niet terecht gebleken. Wel is ooit gebleken uit onderzoek wat alweer heel lang geleden is gedaan, dus in de 80-90's. Onder andere door Sietske Altink en Martine Groen was toen iemand die... Oh, ik heb dat ding weer niet goed voor mijn mond.
Dan zou ik toch ervaring in moeten hebben. Ja, nou, schandalen gewoon. Nou, moet hij hem nog inbouwen? Nou, mooie slot. Maar goed, dat, uit dat onderzoek bleek dat sekswerkers die die negatieve ervaring hadden in hun jonge jaren, dat die sekswerk zelf als heel therapeutisch ervaarden. Er wordt wel eens gedacht dat we heel veel negatieve ervaring opdoen in sekswerk, maar vergeet de bevestiging die je krijgt niet. Mm-hmm. Dus er is heel veel positieve ervaring juist. Nou. Van mensen die je mooi vinden, want anders zou ze niet voor je kiezen. Nee, ja. Mensen die vinden dat je, leuk bent om mee om te gaan, noem maar op. Een interessant mens. En dat uitstraling krijg je, dat krijg je terug. En dat is de positieve ervaring die je zeker in sekswerk ook opdoet. Oké, dus ik zou wel kunnen stellen dat iedere prostituee is niet seksueel misbruikt. En iedere seks... Nee. En iedere seksueel misbruikte vrouw wordt geen sekswerker. Nee, dat kan je... Ja, sorry, ik zeg wel eens prostituee, maar... Nee hoor, dat is prima. Dat, we geven een beetje de voorkeur aan sekswerk, omdat dat vooral de nadruk legt op dat sekswerk echt werk is, ja. Arbeid. Ik zeg liever zelfs vaak dienstverlening, want daarmee is het echt te vergelijken. Het is een vorm van dienstverlening. En prostituee betekent, de Latijnse betekenis is tentoongestelde. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele erge leidende omschrijving. Maar het is ook een hele neutraal term, prostituee. Ja. Bij ons in de buurt zeiden ze altijd, ja, dat zijn sociale werksters. Soms zit dat erin. Niet altijd, maar niet soms altijd, wel. Maar, ja. Nou, ik ken ook verhalen van vrouwen, omdat ik met vrouwen gesproken heb. En die vertelden mij, er zijn ook klanten die hoeven geen seks, die willen alleen praten. Ja, die zijn er zeker. Ja. 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 Dus, nou, dat kan ook. Ja. We gaan door met Michael. Maar er zijn ook genoeg vrouwen die alleen willen praten, hoor. Dat, Als ik het zo hoor, te veel geloof. Nou heb ik niet gezegd dat zij jou worden. Omdat ik merk dat ik vaak agressieve toonzetting van de sekswerkers niet zo goed trek. Geen wereld die zo zwart-wit lijkt te zijn als de hunne. Ja, ik zie zacht geregeld slachtoffers van gedwongen prostitutie. En dat is wat zij ook maar willen en eisen gewoon sekswerk. In begrip werk zit geen enkele betekenis van vrijwilligheid of verschoning van criminele elementen. Aan de andere kant weet ik heel goed dat er genoeg dames zijn die dit als eerzaam beroep uitoefenen en daarbij dezelfde rechten behoren te genieten als de slager of de timmerman. Nou, dat eerste gedeelte, de agressieve toonzetting van de sekswerkers. Ik denk dat dit wel eens wordt veroorzaakt. Wij worden natuurlijk erg in aanraking gebracht met stigma. Dat is vooroordeel over het werk. Ja. En de consequenties daarvan. Consequentie is discriminatie. Het buiten bereik blijven van gewone faciliteiten in de samenleving waar iedere burger van geniet. Bijvoorbeeld een eigenaardige benadering door banken, makelaars, boekhouders, alle dienstverleners die eigenlijk liever... Ja. Verder worden er nog alles wat veronderstellingen op ons afgevuurd. Daar moet je toch wel van goede huizen komen. Wil je daar af en toe niet eens agressief op reageren? Is het misschien ook niet zo dat een heleboel mensen door hun eigen fantasie gevoed worden en daardoor heel iets anders zien in een sekswerker dan het werkelijk is? Dat denk ik ook. Ik denk dat we ook een beroep hebben waar heel veel mensen bepaalde ideeën op projecteren. Iets wat ze zelf misschien graag zouden willen en niet dat durven. Dat ze zelf graag zouden willen. Of hun eigen negatieve ervaringen die ze weerspiegeld zien in. En Oké, nou, hij ziet dus afzag geregeld slachtoffers van gedwongen prostitutie. Nou, dat lijkt me inderdaad wel heel erg moeilijk als je daarmee om moet gaan. Dat lijkt mij ook. En ik vraag me dan af van hoe, misschien beroepsmatig. Ja.
En er zijn natuurlijk bepaalde beroepen waarin je met dat hele erg negatieve facet, niet alleen in prostitutie, maar ook in andere beroepen, wordt geconfronteerd. Dat kan zijn in hulpverlening, dat kan zijn bij politie, dat kan zijn bij het OM. Mm-hmm. Ja, nou ja, wanneer je continu. Ik heb zelf eens een tijdje een klant gehad die werkte bij recherche en die werd van een bepaalde afdeling overgeheveld naar zedendelicten. En die kreeg hele dagen door allerlei beelden uit kinderprostitutie of kindermisbruik voorgeschoteld. En besloot na verloop van tijd dat hij daar niet tegen opgewassen was. Wat voor idee krijg je over normaal seksueel verkeer als je alleen maar hele dagen door kindermisbruik voorgeschoteld krijgt? En dat heb je denk ik ook bij prostitutie. Wanneer je hele dagen door met criminaliteit... Gedwongen prostitutie. Ja. Te maken hebt. Wat voor beeld krijg je dan van gewone prostitutie? Ja, misschien dat je dan wel een vertekend beeld gaat krijgen. Dan zou je een vertekend beeld kunnen krijgen. Oké. Okay. Ja. Hij weet dus ook heel goed dat er vrouwen zijn die het als eerst een beroep uitoefenen en daarbij dezelfde rechten behoort te genieten als de slager of de timmerman. Dat denk ik wel, want wanneer sekswerkers dezelfde rechten hebben als andere werkers in de samenleving, dan wordt hun weerbaarheid ook versterkt, vergroot. En daarmee zijn ze beter opgewassen tegen criminele elementen. Natuurlijk. En daarmee wordt dwang voorkomen. Exact, je hoeft er niet mee in zee te gaan, want je kan het zelf wel aan. Ja. Maar kan je ook indenken dat vrouwen die dus gedwongen de prostitutie in zijn, zoals nu op het moment een heleboel meisjes uit Oost-Europa toch ook wel, alhoewel het niet het meerdeel is, want het meerdeel zijn nog altijd gewoon Nederlands vrouwen. Ja, en je moet ook niet denken dat alle vrouwen uit Oost-Europa, dat die ook gedwongen in de prostitutie zitten. Nee. Dat beeld wordt ook wel eens verkeerd afgetekend. Vaak worden vergelijk het met arbeidsmigranten uit andere sectoren. Mm. En dat de arbeidsomstandigheden hier, dat die soms een hele vervelende omstandigheid kunnen creëren. Dat een hele lastige is voor bij prostitutie. Dat arbeidsmigratie uit Europa mag, hè? Ja. Naar ons land, waar dan prostitutie mag worden bedreven. Er is alleen een onderscheid met andere beroepen. Dat hulp bij migratie mag niet. Dat wordt opgevat als handel. Als mensenhandel. Ja. Vergelijk het met de uitzendbureaus voor mensen die in de tuinbouw werken. Ja, als asperges plukken. Ja, die worden op de een of andere manier geholpen om hier te kunnen werken. Om hier meer te kunnen verdienen dan thuis. Maar dat is met sekswerkers dus niet, want dan valt het onder mensenhandel. En dat uiteraard gebeurt die hulp wel. Dat wordt eigenlijk opgevat als gelegenheid geven tot. En dat mag niet. Dus aanzetten tot prostitutie. Waarmee dan het vinden van huisvesting hier. Moeilijk. Alles is moeilijk. Alles is moeilijk. Ja. En wanneer je dat illegaal betrekt, dan heb je kans dat je daar veel meer voor moet betalen dan weer in het gewoon legale bemiddeling. En dan kom je weer in de criminale circuit terecht. En dan zit je met een hoog schuld enzovoort. Ja. Maar ligt dat dan aan prostitutie of ligt dat aan de organisatie van? Dat is, het moet toch echt weer eens een keertje goed over worden nagedacht. Heel goed nagedacht. Ja, want ik ken ook prostituees uit Zuid-Amerika bijvoorbeeld, of uit het Latijns-Amerika, laat ik het zo zeggen. En die zeiden gewoon, ik was al in het vak in mijn land van oorsprong. Dat is heel maar vaak, ik verdien is dat hier in, veel meer mee. Ja, maar dat is heel vaak met Oost-Europese vrouwen ook zo. Ja. We vergeten trouwens de mannen niet. We hebben het altijd maar over vrouwen. Maar we zijn ook man. Ja, ik had eigenlijk hier ook een man moeten uitnodigen. Ja, verdorie. Volgende keer. Jongens, als er nog iemand is, kom maar. Goed. Gaan we even voor... Kies gewoon een willekeurige politicus die er veel tegen is. Ik durf 100% erop te zeggen dat hij een duister geheim heeft. Nou, ik denk dat iedereen wel een duister geheim heeft. Oh ja, dat weet ik zeker. Maar het is uiteindelijk zo van die mensen die er zo veel tegen zijn.
Die nou vertrouw ik eigenlijk het minst. Die zijn gefrustreerd, die hebben hang-ups. Ja. Wat? Of het is zo gewoon, is juist het geheim waar niemand mag achterkomen. Oké, we gaan verder. Er schijnt 2 miljard euro in prostitutie om te gaan. En voor een groot deel krijgt vadertje staat er ook geld uit binnen. Over Zuhalte gesproken. Sommige politieke partijen veroordelen het sekswerk, maar halen er wel geld mee binnen. Ik vind dit dubbel. Ja, ik ook. Ja. Ja. Nee, goed, maar dit is toch ook een vorm van profijt trekken van prostitutie? Nou ja, het, als je het neutraal bekijkt, dan is het gewoon hetzelfde profijt als bij andere sectoren. Ja. En dan is het verschil. Wij hebben bijvoorbeeld, er zijn ondernemers in de sector. Dat zijn met name de echte ZZP bestaat vooral in de ruimsector. Ja. Ja, die betalen btw. En daarna komt de inkomstenbelasting, net zoals bij andere beroepen. En in de besloten prostitutie is er niet echt ZZP. Dat is tot nu toe is dat vooral semi-werknemerschap. Ja. En daar is dan geen btw. Ja, dat betaalt de exploitant over de diensten. En daarna krijg je ook weer de inkomstenbelasting, hè? Maar dat is dus exact hetzelfde als bij andere sectoren. Als je het goed dus, gaat bekijken. Om nou te zeggen dat er sprake is van pooierij, van de staat, van sekswerk. Ja, wel, als je het veroordeelt, dan is het gewoon pooierij. Ja, daarom. Als je niet alle benefits geeft die andere bedrijven hebben. Nee, dat zeker. En daar zijn echt nog wel een paar dingen waar iets op aan te merken valt. Ja. Bijvoorbeeld betalen wij het hoge tarief btw. Terwijl het lagere tarief btw, dat is geldt vaak voor zwaar werk. Nou, ons werk kan echt wel als zwaar werk worden ingeschaald. Het lijkt me wel, ja. Ja, het is lichamelijk redelijk zwaar. Zwaar. En het is ook mentaal zwaar. Geestelijk ook belastend natuurlijk. Je neemt een heel pakketje mee. Je gaat heel intensief met mensen om, maar dat is vaak zwaar. En je hoort ook heel vaak verhalen van mensen. Ja, er komen ook lastige verhalen binnen. Ja. En die moet je ook maar af kunnen schudden weer als je weg moet bent. Nou, ik ga nog een schepje bovenop doen. Als je erover nadenkt, een paar jaar terug was het zo dat de UWV op de banenmarkt het heb aangeboden. En als je dan tegen bent en bent aan het veroordelen, maar het onderhand op je banenmerk aanbiedt, aan een doelgroep die niet altijd werk mag weigeren. Nou, het is, heel snel is daarop ingegrepen. Ja. Het UWV mag het niet meer als passend werk aanbieden. Omdat er is een dingetje. Seksarbeid tegen de zin in. Ja. Schaadt de persoonlijke integriteit, de lichamelijke integriteit. En daardoor mag het nooit in opdracht zonder consent worden uitgevoerd. Dat is wel logisch natuurlijk. Er zit wat in, ja. En dan erbij, dan zouden ze een opleiding moeten hebben eigenlijk, hè? Ik vind dat zou eigenlijk wel eens mogen gebeuren. Ja, vertel. Ja, serieus. Nee, maar dat is eigenlijk totaal geen slecht idee. Als je kijkt overal, over de hele linie, zijn er van de meest gekste beroepen, weet ik veel, vlindermakelaar of hoe heet dat, zeehondtherapeuten. Daar zijn allemaal opleidingen voor. En dan vraag je af van waar blijft deze opleiding dan? Ik vind het ook. Het is een hele serieuze dienstverlening. Ja. En ik vergelijk het wel eens met politie of met maatschappelijk werk of sociaal werk. Of, zie je toch die sociale werk? Ja. Omdat dat toch wel een belangrijk, wel een redelijk behoorlijk facet is, hoor. In het, je gaat heel intensief met mensen om, waarmee je soms risico loopt. Als je niet goed kan communiceren. En ik vind dus eigenlijk dat er een opleiding zou moeten zijn. Maar daar is ook de sector het nog niet helemaal over eens. En dat is ook wel een probleem, denk ik, hè? Dat men in de sector het over een heleboel dingen niet eens ziet. Nou, dat is het vaak. En ik vind het erg begrijpelijk dat de sector daar huiverig tegenover staat. Omdat
Wij zijn aan zo ontzettend veel regels en regeltjes gebonden... dat er ook nog wel eens dan de gedachte is van... ja, maar Jezus, komt er dan alweer een regel bij? Mm. En wat wel eens wordt opgeworpen is dat het drempelverhogend werkt. Ja, maar dan zeg ik terecht. Ja. Want je kan ook in problemen komen in het werk... doordat je gewoon beroepsvaardigheden niet hebt ontwikkeld of mist. En er is ook wel eens de idioot gedacht... dat iedereen maar geschikt is voor dit werk. En dat is ook niet zo. Tuurlijk niet. Nee. Ben je wel eens bang geweest, Roos? Nee, eigenlijk niet. Ik ben begonnen in bedrijven. Ja. En ik moet wel zeggen dat met vooral het om me heen hebben van collega's... die mij tips gaven in het werk, dat die me daarmee hebben gelift. Hè, dat ik daar veel van heb opgestoken. En... ik zeg ook altijd van, het is eigenlijk niet zo verstandig. Vooral omdat het dus redelijk complexe dienstverlening soms is. Om direct als zelfstandige in de sector te beginnen. Eigenlijk is het binnen bedrijven werken... Het klappen van de zweep leren. Het fungeert als een soort van opleiding. Ja. Ik heb verder hele complexe situaties in het werk meegemaakt. Maar ik merkte al gauw dat ik gewoon genoeg beslagen ten ijs was om het aan te kunnen. Ja. Ja. Het is niet zo dat je bang bent geweest dat je fysiek geweld werd aangedaan. Nee, wat ik al tamelijk snel merkte is dat je... dat is ook de misser met het vrouwen maar zelfverdedigingscursus aanpraten. Oh, zit ik alweer te ver van het ding af? fysieke overmacht doet het niet in het werk. Bij ons is het psychologische overmacht. Ik heb... Oh, sorry. Ja, ga verder. Ja? Nee, ga verder. Maak maar even. Ik kom daar aan. Het is in de omgang met klanten... waarmee jij, laten we maar zeggen, je regie afdwingt. Dus ook... je leert er ook dat wanneer iemand... wanneer je voelt dat iemand een tikkeltje gespannen is... of misschien zelfs agressief. Om te beginnen, als je binnen besloten prostitutie werft... dan wimpel je die mensen af. Dan maak je er geen afspraken mee als het te erg is. Ja. Je leert... maar zeggen, op iemands ontspanning inwerken... waardoor die geleidelijk aan wat handzamer wordt in het contact. Een soort fingerspitchen gevoel. Zo is dat. Ja. Ja. Dus dat je echt, en daarmee kan je dus gevaarlijke situaties afslaan. Dat het niet escaleert. Welkom bij CAO Zorg en Welzijn. Want dat is een cursus de-escalerend gedrag inderdaad. Precies. Nou ja, precies. En... dat kom je in die... als het goed is, heeft de politie dat ook. Niet altijd even geslaagd. Nee, dus daar kunnen ze een beter workshop vervolgen. Maar Chili wilde wat vragen. Ja, nee. Een van de vragen is van wat ik eigenlijk graag wil weten. Als jij, laten we zeggen, iemand die net in de prostitutie... sekswerker. Nee, ik wil ook een sekswerker. Klinkt veel mooier. Ja. Iemand die net in de sekswerk... vak zit. Geef jij meestal een protocol, een aanleiding van hoe je bepaalde situaties moet handelen? Snap wat ik bedoel? Ja, ik begrijp het wel. Ik heb wel een escortbureau, maar ik werk er alleen in. Dus dat is even niet aan de orde. Tenzij ik eens een keer met iemand in gesprek ben die net begonnen is. Maar dat was wel aan de hand in die bedrijven. Okay. Dus van oudere collega's die zich over dingen ontfermden. En die af en toe tips gaven. Dus inderdaad... Je krijgt wel meteen protocols van... Hey, luister, dat was eigenlijk wel mooi met... dat noemen we dan peer education. Dus, en dat functioneerde eigenlijk wel goed in de prostitutie. Met name in de besloten, weet ik. Ik hoor wel eens dat dat een beetje aan het overgaan is. En dat iedereen heel erg... Dat is jammer. Dat is inderdaad jammer. Want het is ook handig
nodig voor andere mensen die bijvoorbeeld gebruik wil hebben van de situatie. Dan kunnen ze zien van, oh, oké, zo'n persoon komt naar me toe. Snap je? Dat ze in die protocols kunnen zien van, oké, ze weten wel hoe ze bepaalde dingen moeten handelen. Dus daarom vroeg ik het. Het is wel leuk om te zien als mensen het niet weten, weet je. Dan kunnen ze dat misschien opzoeken of zo. Of sommige bedrijven maken het zelf. Ik vraag me af misschien. Nou, volgens mij is dat in bedrijven ook wel. En Proud staat ook altijd wel open voor dat soort vragen. Dat is natuurlijk... ook eventjes op attenderen, dus de sekswerkersbelangenvereniging. Het zou heel erg goed. Het is trouwens ook, en daar moet ik eventjes opmerken, dat Proud is op het moment bezig in overleg met Ugly Mux. Dat is een sekswerkersbelangenorganisatie in Ierland. Die hebben een soort database opgezet voor sekswerkers die via internet zelf werken. Hè? Dus, sorry, we gaan er over 20 seconden uit. Oh, dus, oh, moet ik even snel? De andere komen we straks gewoon terug. We komen straks op terug in tweede uur. We gaan even koffie drinken. Dus mensen, we zijn zo terug. Join Radio, yay. Yeah. We zijn terug nog steeds met gebroken poot, maar €50 rijker per elke track. Join Radio. Mijn naam is 9G Music. En Anaïs, aan jou het woord, want het is Join Politics. Ja, bedankt. Ik was net even Karma Kleingries aan het antwoorden. Hoe durf je? Ja, schandalig van mij. Nee, hè? Mag niet. Ze wenst al succes. Ik zeg, nou, als je wat te zeggen hebt, kom maar op. Dat weet Karma wel van ons. €50. Ik ben nog steeds met Roos Schippers en we gaan nu het tweede uur in. Maar ik wil even een opmerking van Arnold van der Kluft. Toen studentenarbeidsbemiddeling er nog was, als deel van de universiteit, bood men daar escortdiensten, vrouwtjes, respectievelijk aanschmoesen bij de seksclub, mannetjes aan. Verdient uitstekend. Zo, die moest ik even kijken. Oké. Dat is, gebeurt trouwens nog steeds, hè? Vooral escort. Ja, studenten, hè? Studenten, daar wordt wel een probleempje. Dat in de maak is dat de leeftijd wordt verhoogd van 18 naar 21. Ja, het blijft te weinig over. Maar waarom wordt dat verhoogd? Wat is dat voor onzin? Je bent toch volwassen met 18? Dat vind ik ook. Maar er wordt gevonden dat je meer weerbaar bent wanneer je 21 bent. Wat volgens mij echt bullshit is. Ik ken dames van 50, die zijn nog niet weerbaar. Precies, dat zou ik zeggen. Dat is niet leeftijd gebonden. En er is... ik vind dat wanneer je in het huwelijk kan treden... met iedere gek die er in de wereld rondloopt... Exact, net zo gevaarlijk. Dat je ook sekswerk, mits een klein beetje geprepareerd. Hè? Dus dat je, dus een kleine opleiding. Laten we maar zeggen, de opleiding waar ik het over had. Ja. Maar dat wordt dus een probleem, want voor dat geldt natuurlijk voor alle sekswerkers, dus ook in de escort. En dat zal een aderlating zijn voor studenten die sommigen al bijna klaar zijn met 21. Ja. Ja. Dan wil ik je even wat op zeggen. Er stond een heel stuk in de Correspondent, daar heb jij ook aan meegewerkt. Ja. Was een heel mooi stuk trouwens. En dat maakte een dame... De opmerking van, zij zat dus als sekswerker in een hokje. En je kon haar dus niet zien. En toen zei ze, ja, wat is het verschil met mij met de Bacardi-hoertjes van de Leidseplein? En dat vond ik wel heel typisch. En als studenten dan niet sekswerker mogen worden met 18 jaar. Maar ze kunnen dus wel bij iedere club rond seksen wat ze willen. Dus dat slaat nergens op natuurlijk. Nee, het is heel raar, want... daar heb je al onze zedenwet die met 16 de grens stelt. Dat je, laten we maar zeggen, een vrije keuze hebt met iedereen. Ja. Al is het met een vent van 80 het bed te delen. Daar is al de regel, die geldt al. Dat voor sekswerk pas is met het 18e jaar.
Ja, en dat wordt dus heel eigenaardig. Dat wordt dan het 21ste. Dus dan heb je heel dat enorme gat tussen 16 en 21. Je hebt dan bijvoorbeeld ook dat ten opzichte van een sekswerker van nog net geen 21, dat die door een klant van 18 misbruikt zou kunnen worden. Dat heet dan misbruik. Ja. Dus en dat is dan iemand die bijna 3 jaar jonger is, maar die staat dan eigenlijk in zoverre boven de sekswerker dat hij misbruik kan maken van de dame. Of andersom ook van de heren. Want er zijn ook vrouwelijke klanten en mannelijke sekswerker. Ja. Nee, wat ook de laatste tijd nu echt opkomend is, is dat steeds meer vocaler wordt richting mannen die dan voor jongere meiden gaan. Dus vanaf een jaar of 21. Ja. Dan wordt ze al aangerekend eigenlijk als predator gedrag. Dat is heel erg in de cultuur naar voren geschoven. Dat begint weer te komen. Maar dat begint... Wat ik merk is dat vrouwen weer eigenlijk een klein beetje in het infantiele hoekje worden geduwd. Dat... mensen in het algemeen heten in onze cultuur volwassen te zijn boven 18. Ja. Dus ze mogen alles. Ze mogen een huis kopen, ze mogen trouwen, ze mogen noem maar op. Ja. En bijvoorbeeld als tegenvraag, hoe ligt het dan? Want dat is ook, was toch ook een tijdje trend. Wanneer veel oudere vrouwen het aanleggen met groene blaadjes jongens. Ah, de googers. Juist. Ja, en volgens mij geldt dan niet dat infantiele van die jongen die 21 is. Dan is het eigenlijk echt de tendens is gewoon echt vooral gericht op vrouwen. Ja. En je merkt dat veel vrouwen daar heel erg vocaal over zijn. Ja. Onder het mom van we moeten onze meisjes beschermen. Dat, dat is ook een beetje een trend. Dat zie je ook in de anti-prostitutiehoek. Ja. Waar een stroming in het feminisme meent toch aan te moeten dringen op verbod van prostitutie. Om jongere vrouwen, of vrouwen in het algemeen, te beschermen. Waarbij niet meer aan die vrouwen wordt gevraagd wat ze eigenlijk zelf willen. Maar er wordt ingevuld door die radicaal feministen wat zij vinden. Klopt, ik heb inderdaad 1 keer een gesprek gehad met een dame die het eigenlijk zo ver trok. Dat eigenlijk mannen die of iets aanleggen, of het nou prostitutie is of niet, met een dame van 21 eigenlijk pedofiel zijn. Dat ging eigenlijk tot zo'n... Dat is dus raar. Aanvang werd die visie eigenlijk dus uitgesproken. Ja. Ja. Dus ik dacht echt zo van wauw. Ja, precies. Gaat wel heel erg. Ja. Maar ik wil even terugkomen voor... Ja, we gaan weer terug. Voor het tweede uur. Nee, maar Chili die had zijn vraag. Ja, we waren bezig over bezig. Ugly Max. Ja, ga je gaan. Ja. Yes, vertel. In ieder geval het nieuwe project van Proud is dat ze in samenwerking met Ugly Mugs een soort database aanleggen die vooral erg van nut is voor vrouwen die, ook weer opnieuw, ook mannen. Dus sekswerkers die zelf hun klanten werven, hè, dus op escort gaan of zelf ontvangen via internet. Dat die toch een klein beetje kunnen checken wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dus dat ze kunnen verifiëren via e-mailadressen en via telefoonnummers. Wat steeds minder trendy wordt, dat laatste. Wat voor risico's lopen door afspraken te maken. Okay. Dat was al een klein beetje in de maak. Hier zijn er een aantal sites, onder andere Kinky en dergelijke, die zelf ook zo'n base hebben aangericht of opgericht. Het was ook altijd goed gebruik. Ik heb zelf nog een paar contacten over met wie ik af en toe samenwerk. Trio's of het doorgeven van contacten waar ik zelf geen tijd voor heb of die eens wat anders willen. Dan is het ook eigenlijk heel gebruikelijk om even heel kort een samenvatting te geven wat voor klant die iemand te wachten staat. Dus goede tendens is dat. Komt ook de veiligheid van sekswerkers te goede. Ja. Oké, we gaan verder.
Roos, heb je enig idee wanneer een politicus voor het laatst ambtshalve met een prostituee gesproken heeft? Ik denk dat dat wel redelijk recent is. Omdat er wel nauw overleg is bijvoorbeeld tussen Proud, waar vooral sekswerkers werken, en politiek. Okay. Dus dat valt mee hoor. Nou ja, ik dacht, zou Gert-Jan Segers ooit wel eens in het echt met een sekswerker hebben gesproken? Ja, dat weet ik. Want ik heb ooit eens een keer een praatje met hem gehad voor 1960. En toen hebben wij van gedachten gewisseld. En hoe ging dat? Wel voor de derde ronde. Nou, met neutraal. We waren allebei afstandelijk. In ieder geval zo goed opgevoed dat we elkaar niet echt in de haren vlogen. Nou, dat scheelt. Nee, jammer. 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 Maar zoveel haar heeft hij nou ook niet. Dus ja, nee, maar ik zou toch nog wel een haartje weten te vinden hoor. Prachtig. Goed, dan gaan we door met de vraag van Boudewijn Snoek. Beste Annies, sekswerk is een ingewikkeld onderwerp. Een van de details die ik weinig hoor is dat militair uit de VS veelal naar Amsterdam en Rotterdam werden gebracht om naar de hoeren te gaan. Pardon the expression. Dan bleven ze veel gezonder, veel minder geslachtsziektes door de openbaarheid en controle. Ja, dat is ook iets wat blijkt uit onderzoek naar de toestand in landen waar sekswerk is gecriminaliseerd. En dat is een van de redenen waarom onder andere Amnesty een policy heeft gewijzigd en pleit voor decriminalisering. Dat betekent dus het strafwet halen van alle partijen in prostitutie, sekswerk. Dat daar, laten we maar zeggen, de toegang tot de gezondheidszorg ernstig onder te lijden heeft, onder criminalisering. Mm-hmm. En dat het aanpakken van geslachtsziektes. Ja. Op vooruit gaat wanneer alles gedecriminaliseerd is. Ja. Nou ja, dat blijkt dus ook bij dit. Maar dan verder ook. Volgens mij is het heel verstandig om af en toe ook eens militaire contact te laten hebben met sekswerkers. Want het komt ook de geestelijke gezondheid ten goede. En de emotionele gezondheid. Dan hebben ze minder hun finger on the trigger misschien wel. Wie weet. Als je in een bordeel werkt, kan je een vergunning krijgen. Maar als je thuis werkt, is dat illegaal? Het is een misvatting dat als je in een bordeel werkt, dat je dan een vergunning nodig hebt. Want het bordeel moet vergund zijn. Aha. En in een bordeel mag je als sekswerker, sterker nog, je moet bij een vergunde locatie werken. Anders ben je illegaal. En het is inderdaad zo dat op het moment vrijwel het onmogelijk is om als zelfstandige een vergunning te krijgen. Omdat in heel veel, met name in de grote steden, waarin dus sekswerk al lang is gereguleerd. Er zijn nog wel dorpen in het land waar dat niet zo is. Mm. Dat daar ook een vast aantal vergunningen is bepaald. Dat noemen ze het quotum. En dat daar niet van wordt afgeweken. Dus verder is er ook sprake van bevriezing. Dat wil zeggen dat het aantal bedrijven en het type bedrijf wat bestond rond 2000, dat is vastgelegd, ligt ook vast in het bestemmingsplan van de meeste grote gemeentes. En daarbuiten worden geen vergunningen meer verleend. Dus een zelfstandig sekswerker die denkt van kom, laat ik eens een bedrijfje starten, dat lukt niet zo makkelijk. Dat is niet makkelijk. Dat gaat eigenlijk niet. En dat daarmee toch ook weer. Dat is raar, want daarmee krijg je een verbod op een legaal beroep eigenlijk. Ja. En zo zit op het moment onze illegale sector in elkaar. Dat is dus strafwettelijk niet verboden, maar bestuurswettelijk of rechtelijk. Mm-hmm. En daarom kan het toch illegaal worden genoemd. Want als je bijvoorbeeld in een grote stad
zonder vergunning zelfstandig werkt, dan heb je kans dat je vervelende boetes op je broek krijgt. Dan noem maar op. Dus wordt het toch gesanctioneerd. Ik vind dat heel erg raar, want ik weet, in Amsterdam zijn er bepaalde winkels. En die winkels, dat weet iedereen, behalve de overheid, dat het winkels zijn waar geld in wit gewassen wordt. En die krijgen wel een vergunning. En dan zou je iemand die een beroep, gewoon een beroep wil uitoefenen, die krijgt dat niet, want nou, dit is toch te gek voor woorden in principe. Zal nou, een kaaswinkel leegdroven? Nou, het is vooral te gek voor woorden, omdat je daarmee de illegale prostitutie bevordert. In de hand, hè? Ja, natuurlijk. En vrouwen zijn echt het meest kwetsbaar in de illegale prostitutie, omdat ze er niet mogen zijn, bij wijze van spreken. Ik heb nog een opmerking van Boudewijn Snoek. Toen het Nederlandse leger een oefenkamp in Frankrijk ging inrichten, de Fransen vroegen waar is de plek voor de prostituees? Dat was niet aangegeven. Een leuke opmerking. Ja, ik moest hem even zeggen. Ik vond hem echt heel leuk. Ja. Goed, dan gaan we weer verder met de vragen. Even kijken. We gaan het even hebben over het 1012 project. Heb je daar wel van gehoord, Limka? Ik heb daar uiteraard van gehoord. Ja. Ja. Het programma Prostitutie gestart dat gericht is op het verbeteren van de positie en de arbeidsomstandigheden van sekswerkers en het tegengaan van mensenhandel in de prostitutie. Is dit niet een must als je sekswerk legaliseert? Dat is een programma. Ja. Het, ja, dat het gebeurt in ieder geval. Dat de arbeidsomstandigheden voor de sekswerkers verbeterd wordt. Nou, de arbeidsomstandigheden, dat is allemaal mooi en aardig. Maar wanneer jij op onder hele slechte voorwaarden werkt in een bordeel met gouden kranen. Ja. Dan dus ben je nog niet zoveel verder. Dus heel vaak worden de voorwaarden waaronder vrouwen kunnen werken nog wel eens verwaarloosd. En je kan, arbeidsomstandigheden, dat zijn letterlijk de omstandigheden. Heb je een goed ergonomisch bed? Tuurlijk is dat prettig. Een lekkere douche of zoiets? Dat is heel belangrijk. Natuurlijk is het ook belangrijk. Ja. Maar rechten voor sekswerkers zijn nog veel belangrijker. En dat is onder andere is dat bijvoorbeeld ook arbeidsrecht. En dat wordt wel eens verwaarloosd in het streven naar goede omstandigheden. Oké. Okay. Ja. Wat vind jij zelfs van raamprostitutie? Dat vind ik een hele prima onderneming. Het zou mijn pakjean niet zijn. Ik vind niet dat ik erop neerkijk, maar ik vind publiek werven. Ik vind dat je daar heel veel moed voor nodig moet hebben. Dat was ook de naam vroeger, hè? Publieke vrouw. Publieke vrouw, ja. Maar dat gold ook voor vrouwen die dus in een bordeel werkten. Ja, die waren ook publiek. Nou ja, ze waren toegankelijk voor het publiek. Ze waren voor alle publiek toegankelijk, tussen aanhalingstekens. Ik zeg altijd, het is grote verschil tussen raamprostitutie of escort of werk in een bordeel. Is de manier van werven vooral. Mm-hmm. En door de... verder is een verschil dat in de raamprostitutie er ZZP is, dus zelfstandig werk. Ik zeg altijd nog niet helemaal, want ze huren een gefaciliteerde werkruimte. Mm-hmm. Ze zorgen zelf niet voor het bed. Er zijn dus faciliteiten aanwezig. Het is een kamer te huur. Met heel veel diensten. Soms is zelfs de beveiliging nog inbegrepen. Dat is mooi. Ja, dat is mooi. Maar dus helemaal zelfstandig. Dan organiseer je ook nog zelf je faciliteiten. Maar het is wel zo dat de ZZP'ers zijn we vooral te vinden onder de raamprostitutie. Dus buitengewoon zelfstandig. Ja. En de zelfstandigheid neemt enigszins af in de besloten prostitutie. Dat is niet omdat sekswerkers dat niet willen, maar gewoon omdat de overheid dat niet toestaat. Oké. Okay. Ja. En dat zou ook nog moeten veranderen. Hè, dat ZZP'er. Er is nog heel veel te veranderen. Er is nog heel veel te veranderen.
Ja. Weet je wat ik altijd zo schrijnend vind? Als ik dan zeg maar door de straatjes hier loop. Hè, als je hier naar het centrum gaat, zeg maar de winkelcentrum. Dan loop je door de straatjes. En dan lopen de toeristen. En dan zitten dames achter de ramen. En dan zie ik die toeristen die zien, doen echt de meest walgelijke dingen. Een aantal en die gaat dan vragen wat kost het. Niet omdat ze naar binnen willen, maar gewoon. Hè, en dan onderhand een foto maken. En ook tegen vrouwen dingen roepen of lachen erom. Ik vind dat zo vernederend. Nou wilden ze in Amsterdam dus minder prostitutie doen, minder ramen. Omdat er te veel toerisme is. Vind je dat niet achterlijk? Vind je dan eigenlijk niet dat je toerisme terug moet dringen in plaats van... Ja, dat ben ik erg met je eens. Dat ik vind het heel raar dat... om te beginnen heb ik begrepen dat Duiven 12, dat daar aan de hand daarvan al heel veel prostitutie gesloten is. Ja. Op locaties die vrouwen eigenlijk prettiger vonden. Dus in stegen, waarin het toch wat beslotener is. Dus niet op de grachten. En dat de concentratie daardoor, die is ontstaan op die enkele plekken waar dan nog raamprostitutie is, groter is. Ja, moet je dat die sekswerkers kwalijk nemen? Of is dat het beleid geweest van Amsterdam? Ik denk dus het wel. Anders is uitgepakt dan eigenlijk de opzet was. Hè? Ook onder een klein beetje ongeflatteerde cijfers die niet helemaal correct waren. Ja. Nee, ja, ik ben het met je eens dat je de toerisme, wat natuurlijk niet alleen maar getrokken wordt door prostitutie, dat je dat wat beter moet reguleren en niet ook nog een keer af moet wentelen op sekswerker. Nee, en weet je wat ik ook zo wacht vind? Als ze nou die ramen gaan sluiten, we hebben hier vroeger de Theemsweg gehad en zo. Ja. En dan heb je weer een heleboel meiden die moet wel naar dat soort afwerkplekken. Omdat gewoon geen normale plekken meer beschikbaar zijn. Ja, dat is opnieuw. Dat sluiting alleen werkt niet. Want dan kom ik terug bij die illegale prostitutie. Ja. Die is aangewakkerd. Je hebt in Utrecht, van het een op het andere moment zijn er bijna 400 werkplekken. Dat is gewoon werkgelegenheid voor sekswerkers geschrapt. Omdat er een vermoeden was van mensenhandel, betrokkenheid van exploitant bij mensenhandel. Wat niet echt kon worden hardgemaakt. Maar ondertussen waren er wel bijna 400 plekken weg. Wel handig, hè? Nou, ik weet niet of het zo handig was. Want nee, maar ik bedoel... Ja, die vrouwen die zijn vast... Ja. Ik bedoel, we zitten niet voor onze hobby in het vak. Maar ook om gewoon inkomen te verdienen. Geld, ja. Even kijken hoor. Oh ja, bordeelhouders moeten intakegesprekken doen met sekswerkers die in hun bordeel willen werken. Maar is dat niet een slager die zijn eigen vlees keurt? Dat vraag ik me nog af. Maar wel vraag ik me af of je een exploitant in moet schakelen bij het checken van misstanden. Mm-hmm. Kijk, iedere burger heeft de plicht om, wanneer die vermoedt dat er echt misdaad aan de hand is, om een melding te doen. Maar ik weet niet of je het veel verder moet laten gaan. Dan dit. Omdat niet iedereen geoutilleerd is om misstanden te achterhalen. Nee. Wanneer je een intake doet met een sekswerker, dan is het toch echt knap hoor. Wanneer je daar van het een op het andere moment mensenhandel uithaalt. Het lullige is dat de exploitanten tot nu toe heel verantwoordelijk worden gesteld. Dat wanneer er mensenhandel wordt geconstateerd en ze de kans hebben om een vergunning kwijt te raken. Ja. Met andere woorden, met een mes op hun strot zijn ze bezig met intake. Nou, het is heel moeilijk, denk bovendien, ik, ja. Die intakes die gaan ook nog wel eens voorbij aan het recht op privacy wat iedere burger heeft. Nee. Dus er is veel aan te merken op intakes. En ik vind dat in het algemeen met het achterhalen van misstanden in de prostitutie. Toch een beetje raar dat er heel veel taak van de recherche wordt afgewerkt afgewenteld op gewone burgers. Ik bedoel, we hebben niet voor niks. Nee, politie, mag. Precies. Ja. Je krijgt ervoor betaald, die zijn ervoor opgeleid. Die zijn ervoor opgeleid, dat doen. Ja, zeker. Ja.
Nog een vraag. Denk jij, Roos, dat een systeem zoals in Zweden de oplossing is waar een klant van de sekswerker strafbaar is? Nee, dat denk ik pertinent niet. We hadden het al eerder over dat criminaliseren van sekswerk, dat dat leidt tot een vergroting van misstanden. Ja. Het is... Ja, het is simpelweg ook niet effectief gebleken. Het is ook in landen als Frankrijk en Ierland is het ingevoerd. Daar evaluatie van die systemen geeft aan dat bijvoorbeeld het geweld aan het adres van sekswerkers is toegenomen. Ja, natuurlijk. Minder controle. Minder controle, maar ook wanneer je stigma, versterking, en dat gebeurt bij dat, door dat soort maatregelen. Dat leidt ook tot geweld. Wanneer in een samenleving de boodschap geldt dat mensen minder waardig zijn, dan is geweld ook minder erg. Dus toegestaan. Ja. Men legaliseert het geweld, als het ware. Bij wijze van spreken. Ja. En dat is het risico wat dit soort niet effectieve maatregelen... Als het, en nog meer, dan krijg je hele andere toestanden ook wat gezondheidszorg betreft en zo. Al die dingen. Ja. 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 Nou, er was toen een dame op televisie, dat was een serie... En dat is een Zweedse dame en die is nog hier geweest en die heeft dat helemaal besproken. En dat vond ik heel rigide allemaal, hoor. Goed, er zijn vaak... Zweden zijn toch ook die IKEA hebben gemaakt? Ja. Ja, het zijn echt steltjes. Als je een Benny-stoel maakt, dan ben je gefrustreerd, sorry. Bro. Dat kan echt niet, sorry. Nee. Ja, in Zweden is het radicaal feminisme tot in de regeringsregionen doorgedrongen. Dus daar is feminisme heeft daar een grote invloed in de samenleving. Ja, maar niet alleen maar op het gebied van seks. Nee, je mag niet drinken ook. Drinken is ook iets wat in Zweden niet... Oké, dus in andere woorden, legaliseer de prostitutie daar weer en verbied IKEA. Nou ja. Dat lijkt me een veel betere oplossing. De Björn en de Benny weer terug. Jezus. Goed. Over Zweden, het Zweedse model zal ik het even noemen. Dat is iets wat vooral laatst naar boven kwam bij de ChristenUnie-jongen. Moeten wij in deze reguliere staat een geloofde wet ons voor laten schrijven? Ik ben daar fel op tegen. Ik vind zeker... kijk eens, we hebben een seculiere staat, hè? Ja. Natuurlijk, er zijn ook christelijke politieke partijen. Dus die kunnen hun, als ze een goede coalitie maken, wat ze op het moment gedaan hebben. Ja, heel slim. Dan kunnen ze toch ook wel wat religieuze opvattingen doorvoeren. Maar ja, goed... ik was geschokt eigenlijk. Ik wist wel dat die petitie gaande was van Expose. Mm-hmm. Maar dat uiteindelijk zo verheugd door de politiek werd opgepikt. Daar was ik diep geschokt van. En door de media. Want ik vond het ongelooflijk. Ja. Ik heb een heleboel programma's gekeken dat ik dacht... ja, iedereen zit te praten over het sekswerker. Maar waar is er nou één? Iedereen haalde politici in huis of psychologen en weet ik wat. Maar sekswerkers heb ik amper op televisie of radio gehoord. Heel weinig. Prout is er nu nog goed. Ja. Daar ben ik dan wel heel blij over. Jij zit ook in een stichting, hè? In Proud. Nou, ik ben lid van Proud. Je bent lid van Proud. Maar ik ben Proud. Niet heel actief voor Proud. Nee. En ik zit op een platform dat heet Sekswerk Expertise. En dat is ontstaan in ongeveer 2009 toen de WRP, de Wet Regulering Prostitutie, in het eindstadium van presentatie aan de Kamer begon te raken. En daarin stonden onderwerpen waar wij ongerust over waren. Onder andere registratie, vergewisplicht voor klanten. En toen zijn we met allemaal oude activisten uit de 80's, zo'n beetje.
oude activisten. Een bejaarde activist. Ik zie nou die twee blonde dames van de televisie. Daar dus zijn wij bij elkaar gaan zitten. En daaruit is sekswerk expertise ontstaan. En dat gaat over expertise rond sekswerk. Dus niet alleen, niet zozeer over expertise in sekswerk. Nee, maar ik durf wel te beweren dat ik dat heb. Maar ja, niet iedereen op dat platform. Want er zitten ook wetenschappers bij die zich druk hebben gehouden met positief integer onderzoek over sekswerk. Mooi, dus die zijn er ook. Die zijn er in grote mate. Bij ons zeker op het platform aanwezig. Ja. Ja, je had ook nog een stuk op Twitter gezet. Ik heb het even kijken hoor, want ik heb het wel opgezet, maar ik had geen tijd meer om het te lezen. Heel erg jammer. Ik ga het toch even noemen als je het goed vindt. Ja. Dat was... Oh, ik heb het niet opgeslagen. Nou, nee, dat doe je goed. Ja, ik heb het wel opgeslagen. Nee, in mijn likes heb ik het opgeslagen, maar niet... Net van Wezen, gisteren. Ja, Wezen. Ine van Wezenbeek. Dat is een van de wetenschappers die bij ons op het platform zit. Die was onder andere ook in gesprek met Atje Kuik. Heet ze, geloof ik. Of Kuik. Ja. Ik ben altijd in de war met Kuiken en Kuik. De ene is van het CDA. En de ander is van de PvdA. Dat is Kuik, dacht ik. Oh, nou ja, in ieder geval die van CDA, die was bij Buitenhof. En daar is dat gesprek geweest naar de aanleiding van Expose. En daar was Ine van Wijzenbeek ook heel goed aanwezig in het gesprek. Die heeft samen nu met Marie-Louise Jansen, die hier aan de UvA werkt. En Marjan Weijers, die ook die jurist is. Maar zich ook al jaren bezighoudt met decennia lang met sekswerk. Dus dat zijn de wetenschappers met expertise. Ja. Die hebben een stuk geschreven. Dat is gepubliceerd bij het tijdschrift voor seksuologie. Over cijfers rond sekswerk. Waar wij toch echt mee te stellen hebben. Vergelijk het een klein beetje met de cijfers die net publiek zijn geraakt over migranten die crimineel gedrag hebben vertoond. Dat meldingen of verdenkingen door de politie, dat nog geen daadwerkelijke misdadigers zijn. Hm. En daar hebben wij het is een verdachte. Dat het aantal meldingen wordt heel vaak verkocht als gevallen mensenhandel. Mm-hmm. En dat valt in de praktijk toch heel erg reuze mee. Maar over dat fenomeen, dus het manipuleren van cijfers om eigenlijk ook een politiek statement te kunnen maken. Vaak wel, ja. Daarover hebben zij een stuk geschreven. En dat is dus goed wetenschappelijk onderbouwd. Want dat kan je van die mensen verwachten. Nee, maar dat is ook inderdaad het interessante bij dit soort cijfers. Er werd over wetenschappelijke methodiek eigenlijk een introductie gegeven hoe ze dat doen. En dan namen ze een voorbeeld van een artikel. Was of van de Telegraaf of van Trouw. Precies waar het van was, weet niet meer. Maar mensen voelden zich minder veilig in de stad. En dat deden ze aan de hand van hoeveel meldingen er waren gemaakt. Terwijl ze zeiden van, dat is één conclusie. Maar de andere conclusie kan ook zijn dat mensen zich veilig genoeg voelen om meldingen te doen, waardoor ze juist veilig voelen. Dus dat is een stuk methodiek eigenlijk bij onderzoek wat erbij hoort. Eigenlijk vaak in de media wordt verdraaid. Ja, nou precies. Daar komt het op neer. En dat geldt natuurlijk op heel veel gebieden. Ja. Maar zeker ook op het gebied van prostitutie gebeurt dat veel. Ja. Oké, is het gevaar van prostitutie, dus sekswerk, vooral uit de hoek van het afpakken van de autonomie van de sekswerker, niet meer een gevaar dan het sekswerk zelf? Zeker, ja. Ja, ik kan alleen maar ja zeggen. Dat kunnen we niet. Nou, de volgende zal je ook wel alleen ja kunnen zeggen. Is het niet juist zo, door het minderwaardig wegzetten van sekswerk, dat vaak in de criminele sfeer terechtkomt? Dan kom ik en een beetje terug op waar we het net over hadden. Wat voor effect stigma heeft. Ja. Dus dat eigenlijk mensen legitimeert om geweld toe te passen. Wat geweld ook is. Hè, want dat kan ook betekenen dat je
wordt geweigerd bij een bank om een bankrekening te openen. Dat kan je als geweld ervaren. Of dat je gewoon letterlijk een klap op je bek krijgt. Of gestalkt wordt. Of God mag weten. Ja. Nou, moet je even de vraag herhalen. Is het niet juist zo door het minderwaardig wegzetten van sekswerk dat het vaak in de criminele sfeer terecht komt? Ja, nou ja, daar komt het dus inderdaad wel neer. Ja, je veroorzaakt er eigenlijk mee dat er... En door het minderwaardig wegzetten van sekswerkers... tast je eigenlijk de legaliteit aan van het vak. En iedereen die illegaal is, die heeft minder recht. Ja. En is gevoelig voor criminaliteit. Dan is dat ook wel weer heel erg dom van die vrouwen die doorgeslagen zijn in het feminisme. Om dus zo op een sekswerker af te geven. Want eigenlijk gaan ze het omgekeerde bereiken van wat ze willen. Dat ben ik ook wel helemaal met je. Want Jezus, kan het nou niet even niet aan zijn? Nee, verdorie. Zeg eens wat vreselijks. Nou, eigenlijk iets tussendoor. Misschien ben je niet helemaal met me eens. Misschien ben je het met me eens. Het zou kunnen. Ik pak even een heel andere industrie erbij. Dan is de porno-industrie. Dan hebben we nu Pornhub. Wat eigenlijk gigantisch wereldwijd heel groot is. Maar dat heb ook heel veel mensen in staat gesteld om eigenlijk zelfstandig aan de slag daar te kunnen gaan. Om hun eigen content te uploaden, zeg maar. En ze stelt zich ook heel erg sociaal op naar maatschappelijke problemen. En echt als een community eigenlijk te functioneren. En je merkt dat dat eigenlijk een drijvende kracht achter dit hele platform is. Ik denk dat dat eigenlijk een betere oplossing zou zijn. Om die, bijvoorbeeld sekswerker in het algemeen zo te behandelen. Ja, daar ben ik... Gaan we weer. Je zegt daar gewoon niet hartstikke goed. Ja. Nee, maar goed. Misschien krijg ik ineens de inval van de duistere kant van Pornhub. Of weet ik veel. Het zou zomaar kunnen. Dus nou, ik denk, laat ik dan, we zijn bijna klaar met het gesprek. Maar dan ga ik één ding zeggen. En ik denk dat we het hier allemaal over eens kunnen zijn. Kinderporno, het vreselijkste wat er is. Tuurlijk. Nou. Ja. Chills? 100%. En Ikea. Ik word gewoon, als ik dat soort dingen word, word ik medieval. Nee, maar ik ook. Nee, weet je wat het lullige is? Dat vind ik echt heel erg. Dat bij, laten we maar zeggen, het negatief aftekenen van prostitutie. Dat dan heel vaak dan ineens ter sprake komt van ja, maar er is kinderprostitutie. Ja. En, ook als drugs wordt ook altijd als prostitutie is, ja, maar er is er wordt ook drugs gebruikt. Ja, maar en daarmee wordt dan eigenlijk gezegd, ja, maar prostitutie is slecht, want er is ook kinderprostitutie. Ik bedoel, er is ook kindermisbruik, maar moet je daarmee dan volwassen seksueel contact afwijzen? Eigenlijk, we kunnen er nog een schepje bovenop doen. Eigenlijk in de jaren 80 waren een aantal politici bezig met het normaliseren en legaliseren van kinderporno. Dus eigenlijk zouden we dan moeten kunnen zeggen dat die regering eigenlijk naar huis gestuurd moet worden. Omdat hun dat hebben proberen te faciliteren. Ja, dat is waar. In principe wel. Dus dan draaien we het om. Weet je toch? Als de ene kant op kan, moet het ook de andere kant op kunnen, vind ik. Enige ding wat ik wil zeggen is, kijk, je kan een moraalridder spelen, maar als jij niet van het bepaalde wereldje bent, dan kan je geen moraalridder spelen. Dan ben je gewoon iets aan het afbreken waar je niks van weet. Dat is gewoon wat ik, dat is mijn mening daarover. Als je kan volgen wat ik zeg. Ja, wij volgen, je hebt gelijk. Je vat gewoon samen wat kolonialisme eigenlijk is. Ik ga afsluiten. Ik heb een heel fijn gesprek gehad met een hele intelligente vrouw. Mevrouw Roos Schippers. Dankjewel Roos dat je mijn gast was vandaag. Ja, jullie. En ik vond het ook heel leuk bij jullie. Nou, wij vonden het ook heel erg leuk. We hebben gelachen. We zijn serieus geweest. Zeker. En ik hoop voor de luisteraar dat we een beetje alle kanten van prostituut, sekswerk hebben kunnen belichten. Ik hoop het ook. Het is zo'n breed onderwerp. Ja. Misschien als het groeit in de toekomst weer, toch? Natuurlijk, nou, altijd. Ben je weer eens welkom in de toekomst. Jawel. Gaan we weer eens evalueren hoe het er nu voor staat. Tuurlijk, altijd. He? Jawel. Ja. Ja. Nou, en misschien ronselen we iemand van de ChristenUnie er ook bij.
Nou, dat keer. Zou wel leuk zijn. Wel lachen. Ja, dan die jonge dame. Oh, je ziet trouwens Don Cede. Oh ja, in Don Amsterdam. Cede. Ah, die wil niet bij mij komen. Nee, zie je wel. Dat is een mis met hem. Nee, serieus. Oh, ik heb wel even iets te zeggen. Voor de volgende uitzending van de Joint Politics heb ik Daniel Koerhuis van de VVD uitgenodigd. En die heeft toegezegd om te komen. Daniel Koerhuis, VVD. Dus ik wacht nu nog even op hem. Ik ga volgende week vragen wanneer we het kunnen kortsluiten voor welke uitzending. En dan komt Erik Vlentge van de SP ook. En misschien mevrouw Femke Roosma van GroenLinks. Leuk. Roos, hartstikke bedankt dat je er was. Nogmaals, beste mensen, bedankt voor alle vragen van de mensen die het met naam gedaan hebben. En ook vooral van de mensen die het anoniem gedaan hebben. Dat jullie toch de tijd genomen hebben om er even dieper in door te duiken. Over naar jullie. Yes, yes. Nou, dat was weer interessante Joint Politics. Ja, dat zeker. Volgende week is nog niet vastgelegd wie als gast krijgen. Maar het is een Russisch roulette. Als een bullet door je radio komt, sorry. Ja, sowieso. Hey, check onze Instagram, Joint Radio FM. En dan kunnen we je op de hoogte houden wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, check op de Instagram, de link in bio. Daar kun je al onze links naar al onze pagina's vinden. En ook de shows weer terugluisteren. Oké. Okay. Mijn naam is Matthew D. Red en ik was met 9G Music. Yeah. Yeah, yeah, en Anaïs natuurlijk. Ja, je had al je stuk afgesloten. Hey, shit. Gaat zomaar zitten roepen. Yeah, man. We out. Out. Join Radio.